Ik heb altijd een interesse gehad in mode of in misschien het algemeen gewoon producten die gewoon heel goed in elkaar zitten. Resortex staat voor Recycling Sorting Techniques. We maken eigenlijk recyclage van textielproducten eenvoudig door de demontage van producten te automatiseren. Dus de key message is eigenlijk: maak producten die uit elkaar gehaald kunnen worden, waardoor dat die effectief gemakkelijk hersteld en gerecycled kunnen worden. Met Resortex hebben we een naaigaren ontwikkeld die smelt op hoge temperatuur, die gebruikt kan worden op bestaande naaimachines, waarmee je eigenlijk gewoon die textielproducten kunt blijven produceren zoals je normaal doet. Het verschil is dat we dan een Smart Disassembly System hebben, een speciale oven waarin we de kledingstukken kunnen opwarmen. De draden gaan eigenlijk smelten en alles valt uit elkaar. Waardoor we eigenlijk al die componenten automatisch kunnen scheiden en sorteren. Dan kun je eigenlijk van die jeansbroek of een nieuwe jeansbroek maken, of je kunt daar een sweater van maken, of je kunt daar een matras van maken. Je kunt daar eigenlijk van alles mee doen, omdat we echt teruggaan naar het basismateriaal. Iedereen die hier werkt, heeft diezelfde wens of gedrevenheid ook om de zaken aan te pakken. Het is dat geloof en die drive die ervoor zorgt dat we dingen kunnen verzetten dat je normaal gezien met een klein team zoals wij hebben bijna niet zou kunnen doen. Het is alsof dat je bestek in een micro-oven zou steken en dat zou aanzetten, dan springen de spetters ervan af. Dat is meetings bij Resortex, vorken in de micro-oven. Dit jaar was een heel belangrijk jaar voor ons, omdat het eigenlijk het eerste jaar was dat de volledige oplossing beschikbaar was. Naaigaren, ovens, het hele systeem. En we hebben eigenlijk ook getracht om direct met grote merken in zee te gaan. En we zijn ook heel trots om te kunnen zeggen dat we met Bershka jeansbroeken hebben gelanceerd. Dat we met Decathlon skijassen nu voor deze winter hebben. Maar we zijn ook al bezig met matrassen. Dus we gaan meer en meer richting andere textielproducten, waardoor we ook die materialen terug kunnen gaan hergebruiken en recupereren. We zijn super trots om die Eco Design by Ovum Award te krijgen. Zeker omdat we dan in het rijtje staan van Open Structures of zelfs een groot bedrijf als Ecovair. We kregen het nieuws op het moment dat we in Wenen voor een andere wedstrijd aan het gaan waren die we verloren hebben. Dus we zijn thuisgekomen met een prijs die we niet verwacht hadden, maar waar we wel super trots op zijn.